Na beste vrienden, vandaag 10 februari, woensdag, wist de kerk de gedachtenis van heilige scholastica Maart. En wij vanuit haar getuigenis gaan zien hoe de heilige geest ons kan heiligen en ons kan levend maken. Vandaar legt de lezing vooral het accent over deze genade van leven vanuit de heilige geest, maar ook van zuivering. Stellen wij onze harten open voor zijn komst door het woord van God, voor het werk van de Heilige Geest, die voltooid wat God voor ons zegt vanuit zijn woord. Dan de eerste lezing uit Genesis 2. Toen God de aarde en de hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten. En groeide er geen enkel veldgewas. Want God had nog geen regen op de aarde laten vallen. En er was nog geen mens om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen boetseerde God de mens uit stof van de aarde genomen, en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levende wezen. Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden. In Eden, ergens in het oosten. En daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad. Toen bracht God de Heer de mens in de tuin van Eden, en die te bewerken en te beheren. En God de Heer gaf de mens dit gebod. Van al de bomen in de tuin mocht hij vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mocht hij niet eten. Want op de dag dat hij daarvan eet, moet hij sterven. Dan, wij zien hier in vervolging van gisteren. Gisteren was het een beetje alchemie verteld over de schepping van de mens. En hier wordt dat beschreven, hoe God dat maakt. Het zijn woorden wat figuurlijk, maar die voor ons een heel mooi en diep betekenis, geestelijke betekenis kan geven. En vooral het scheppen vanuit het stof. Dat herinnert aan ons, we hebben een grote waardigheid, zoals ik gisteren zei, maar wij zijn zwak. En soms kan de mens zich vergissen, omdat wij vanuit alle bekwaamheden die God ons gegeven heeft, vanuit deze bekwaamheid soms kunnen wij afwijken, zonder helemaal te beseffen dat wij het afwijken zijn. Maar het beseffen van onze kleinheid van onze zwakke bestaan helpt ons om in de goede spoor te blijven. En daarna dit heel belangrijk werk van de Heilige Geest. De levensadem. En het is door de Heilige Geest dat wij levend wezen komen. Zoals hier wordt beschreven. Toen boetseerde God de Heer de mens uit stof van de aarde genomen en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. De Heilige Geest kan in ons deze genade van nieuw leven hernieuwen. En soms letten wij niet zoveel op. Het is echt een oproep van het woord van God voortdurend dat wij echt ons laten leiden, ons laten levendig worden door zijn geest, door zijn woord. En daarna op het einde, het is ook iets interessants, een beetje tegenstellig in de
de lezen. In het begin zien wij het accent op het leven. En op het einde zien wij dat deze boom van de kennis van goed en kwaad, die als de mens toen daarvan zou eten, dan zou hij sterven. Wat is de oorzaak van het sterven hier? Het is de kennis van het kwaad. De mens is geschapen naar alle best geschapen. En wij zijn niet geroepen om de kennis van het kwaad te ontwikkelen, maar wel de kennis van het goed, de kennis van het leven, de kennis van het licht. En elke keer dat wij afwijken van deze kennis, dan komen wij nabij niet van het leven, maar wel van de dood. En hier is bedoeld niet de dood van het lichaam, zo letterlijk, maar wel de dood van de ziel. Soms kunnen wij omwille praktijken of andere gedragen deze adem van de geest in ons laten verminderen. En het is een oproep van God elk dag bieden tot Heilige Geest, bieden met zijn woord die een bron van leven voor ons is. Daarna de psalm 104, een heel mooi psalm. Verheerlijk mijn ziel de Heer, want wat zijt hij groot hier, mijn God. Met luister en glorie zijt hij gekleed. Uw mantel is zuiver licht. Al de dieren verwachten van u dat hij ze voedt op hun tijd. Wat hij voor hen uitstrooit, verzamelen zij. Ze worden verzadigd als hij uw hand opent. Neemt hij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zendt hij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt hij uw schepping weer nieuw. Dan deze psalm legt echt het accent op deze genade van de geest. Zendt hij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt hij uw schepping weer nieuw. Dan de Heilige Geest zijn werk in ons maakt deze vernieuwing in ons. Deze relatie met de Heilige Geest is een heel belangrijke relatie. En dat gaat heel gepaard met het woord van God. Na de lectie, als je dat ja, 's morgens of op een ander moment van de dag maakt. Dan, daarna blijft de Heilige Geest in uw hart het werk. Om dat woord dat u ontvangen heeft, echt in praktijk te brengen in de kleine dingen. Soms komt dat zoals in licht en zegt, nu is het moment om mijn voornemen, om de voorgestelde actie in praktijk te brengen. Of soms in de loop van de dag kom je tot een betere inzicht. Ja, dat bedoelde God toen in deze lezing. De Heilige Geest stopt nooit met zijn werk met ons. Maar dat vraagt aan ons dat wij hem verwelkomen. Dat wij aandachtig zijn voor zijn discreet aanwezigheid. Soms niet zo te merken is in onze ziel, in onze harten. Daarna het evangelie volgens Marcus 7. In die tijd riep Jezus het volk weer bij zich en sprak tot hen. Luistert allen naar mij en wilt verstaan. Niets kan de mens bezoedelen wat van buitenaf in hem komt. Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistert. Nadat hij zich van het volk had teruggetrokken en thuis gekomen was, stelden zijn leerlingen hem vragen over de gelijkenis. Hij antwoordde hun, begrijpt ook hij nog zo weinig? Beseft hij dan niet dat al wat van buitenaf in de mens komt, hem niet kan bezoedelen? Omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik en zijn weg vindt in een zekere plaats. Zo verklaarde hij alle voedsel rein. Maar zei hij, wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Wat uit het binnenste, uit het hart van de mensen komen, boze histen,
ontucht, diefstal, moord, echtbreuken, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan in deze lezing kregen wij eerst een oproep. Luistert en wilt het wisten. Het is, God zegt, hoe luistert je? Als wij luisteren met het diepst van ons hart, dan ziet God het verlangen van ons hart om te wisten. Het is wat wij ook hebben gisteren gehoord met deze audiëntie van Paus Franciscus over het gebed met de schrift. Het is nodig dat onze hart kort bij van God komt als wij zijn woord benaderen. En daarna zien wij hier in het evangelie in beschrijving van de kennis van het kwaad, wat in de eerste lezing wordt gezegd. Als wij deze tendens in ons van het kwaad, vanuit de eerste zonde, laten groeien, dan worden wij van binnenuit onrein. En toen was het een beetje moeilijk, omdat de Joden, die vielen onder de wet, zij dachten dat onrein zijn en rein zijn te maken was met soorten van eten. En Jezus wilde dat breken en zeggen, hallo, het is niet wat je eet die naar je hart komt, maar wat je denkt, wat je ziet, hoe je ziet, hoe je omgaat en hoe je de dingen verwerkt in jouw hart. Waarom? Omdat onze harten, als het niet in het licht van God blijft, kan soms donkere gedachten, donkere gevoelens, donkere reacties bewaren. Daarom, het werk van de Heilige Geest is echt een heel belangrijk rol, speelt een heel belangrijke rol. Het gebed tot de Heilige Geest reinigt ons hart. En daarover wil ik met u delen in het compendium voor degene die al heeft. Er staat in gebed tot de Heilige Geest op pagina 635. Die spreekt over deze zuivering. Dit zuiveringswerk van de Heilige Geest, ik ga het voorlezen. Koning van de hemel, vertroste, geest van waarheid, die overal aanwezig zit en het heelal vervult. Is schat van al het goede en schenker van het leven. Kom en verblijf in ons. Zuiver ons van alles met, elk smet en red onze zielen. Hij die goedheid zit. De Heilige Geest niet alleen, kan niet alleen leven geven aan ons, deze levensadem, maar ook zuiveren onze leven. En hoe meer wij nabij zijn van de Heilige Geest, hoe meer komen wij ook nabij van God zelf. Dan gisteren hadden wij deze uitnodiging om nabij God te komen met een geopend hart. En vandaar worden wij uitgenodigd om blijven nabij van God met de hulp van de Heilige Geest. Met deze aandacht voor de Heilige Geest die in ons verblijft en die werkzamer kan worden als wij hem plaats laten in ons hart. Vragen wij deze genade aan Maria die heel kort bij van Jezus geleefd heeft en ook heel kort bij van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u.